for Kiev, de special. Hier zijn uw gastheren Hans Meekenkamp en Pierre Frisson. Wat een aankondiging. Dit is een voorbeschouwing van het Eurovisie Songfestival van volgend jaar in Kiev. En dat doen we niet 1 uur. Wij doen dat niet 2 uur. Geen 3 uur, maar zelfs 4 uur. Tot 11 uur zitten we samen met een panel. Dit allemaal vanwege het 25-jarig bestaan van het programma De Pop aan het Dansen. Want dat programma hebben we al 25 jaar met heel veel of bijna alleen maar Songfestival muziek. Is mijn vraag... zit het qua muziek goed in elkaar, al die liedjes op Songfestival? Ja, ja, het zit op zich wel goed in elkaar. Maar het is natuurlijk wel heel typisch altijd couplet, refrein, couplet, refrein. En dan een hoogtepunt en dan een modulatie naar het volgende refrein. En zo zit eigenlijk bijna elk Songfestival nummer wel in elkaar. Maar ik denk dat dat eigenlijk het Songfestival ook wel heel bijzonder maakt. Jullie moeten beginnen. En ik gelijk, hip, 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 hoera. Niemand, iedereen keek van, hè? Dat is toch raar. Ja, niemand heeft ooit gewonnen. Die moest beginnen, hebben ze toen gezegd. Dat was ook zo, geloof ik. Maar ik denk, oh gelukkig. Gelijk beginnen. Goed nummer om te beginnen. Dat gaat om. Als je met een ballet moet beginnen, is het al, kun je het al vergeten. Maar we hadden gewoon een meeslepend, leuk, gezellig, mooi liedje. En we dachten van, hiermee gaan wij het Songfestival openen. En we gaan winnen. En... wat was de titel van dat nummer? Hoe heet het ook alweer? Dingen doen. Many feeling alright, everything is uptight. Listen to a sound that is ding, ding it on. There will be no sorrow when you sing tomorrow. And you walk along with your ding, ding, dong. Ding it on every hour. En dit jaar, is het een goed jaar? Het is een heel goed jaar. Er zijn niet veel nummers bij waar je denkt van... gatje, dat vind ik geen mooi nummer. Ik vind het echt ook wat... een hoge kwaliteit. Ja, echt...